Yes, KWO'ers, welkom bij alweer de 5e KWO Demodag. En ook dit keer gaan we 3 interessante video's op deze mooie dag schieten in het heerlijke zonnetje. En normaal gesproken hebben we natuurlijk Mark Hofman, Marco Nap en ikzelf. Maar dit keer hebben we Thijs Las. En Thijs, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het in deze video hebben over 3 onderwerpen. Het eerste onderwerp is castinghengels. Het tweede onderwerp lijnkeuze. En het derde onderwerp loodsystemen. Jazeker, we hebben een nieuwe locatie. Het is prachtig weer, dus we gaan er met veel energie tegenaan. We gaan beginnen met de hengels, jongens. Let's go. In deze eerste van 3 video's gaan we het dus hebben over castinghengels. Nou, de meeste karpenvissers zullen ofwel dichtbij vissen, ofwel met een voerboot. Maar werpen kan je natuurlijk heel veel voordelen geven ten opzichte van de concurrentie. En soms mag je ook helemaal geen boot of voerboot gebruiken. Nou, ik zelf heb de afgelopen jaren heel veel gevist met korte hengels, van die uitschuifbare Nash hengels, 9 voet. Maar als je ver wil gooien, heb je toch wel iets langere hengels nodig. Vorig jaar ben ik zelf ook eens eventjes in de materie van het verwerpen gedoken. Ik moest namelijk gaan vissen op het meer van Bled, waar je dus niks mag qua voerboot en boot. Daar heb ik veel van geleerd, maar ik geef nu eerst het woord aan Nappie en die gaat even wat technische details met jullie doornemen. Nou, laten we beginnen bij het begin. Waarom is een 9 of 10 voet hengel minder geschikt voor het verre werpen dan een 12 of 13 voet zoals deze? Nou, in de vorige demodag video hebben we het al even over die lengte gehad. Een voet staat dus voor 30 centimeter. En hoe langer de hengel, hoe groter je hefboom dus wordt. Dat kan resulteren in het stuk tussen de molenhouder en de achterkant, of gewoon in de lengte van de hengel. En hoe groter de hefboom, of hoe verder je kan werpen, of als de lengte tussen de molenhouder en het eind dus groter is, hoe meer kracht je kunt zetten. En dat bepaalt dus of je nauwkeurig die verre worpen kunt maken. Met een langere hengel kun je hem ook beter nawijzen, dus heb je minder weerstand en kun je ook nauwkeuriger gooien, omdat je meer richting kan geven. Dan komt dat niet alleen door de lengte van de hengel, maar ook dus door de kracht die je erop kan zetten. Als die langer is, dan hoef je simpelweg minder een lompe hengst eraan te geven, om het zo te zeggen, om die afstand te halen. Dus kun je rustiger gooien en toch nauwkeurig op verre afstanden vissen. Nou, naast dat de lengte van de hengel van belang is, is ook de testcurve van de hengel van belang voor het ver en nauwkeurig werpen. En de testcurve, dat wil zeggen hoeveel drukte nodig is tussen het uiteinde van het deel en de top om in een hoek van 90 graden te krijgen. Maar goed, daar zal Thijs jullie meer van vertellen in het volgende deel. Nou, Marco heeft het net met jullie gehad over de lengte van de hengels en ook een stukje over de testcurve. Kijk, en de testcurve, dat is eigenlijk niks simpeler van hoe stug is je hengel. En om echt verder te kunnen werpen is dat heel erg van belang. Want namelijk hoe stugger de hengel is, hoe minder die zwabbert. En dat is eigenlijk simpel uitgelegd als je werpt, dat die hengel heel snel stilstaat. En doordat die hengel heel snel stilstaat, zwabbert die dus minder en wordt die lijn minder afgeremd en schiet die eigenlijk als het ware eruit. Nou, een ander punt waar je dan op moet letten, dat is de grootte van de ogen. Hoeveel ogen er op een hengel zitten en welke grootte de ogen zijn, dat is ook afhankelijk voor de weerstand en voor de afstand van je worp. De ideale grootte is 50 mm. Als je naar alle echte casting experts gaat kijken, die zullen ook allemaal zeggen, 50 mm, dat heeft uiteindelijk het beste resultaat. Kijk, en als je dan wat dingen samenneemt en je neemt dan het loodgewicht samen met de hengel, dan moet je eigenlijk zeggen, joh, als je een hengel hebt met een testcurve van 3,5, dan moet je er eigenlijk een half bij optellen. Dan zou je ideale loodgewicht, of in ieder geval de basis van je loodgewicht, 4 OZ moeten zijn. Nou, kijk je dan naar de opslag. Dat is de lijn vanaf die uit je hengel komt, vanaf je top naar je lood. Dan is dat ook iets wat heel erg belangrijk is. En de ideale opslaglengte, of in ieder geval het vertrekpunt, dat is eigenlijk tussen je eerste en je tweede oog in het midden daarvan. En dat is iets wat je dan zelf moet uitproberen. De ene keer iets korter, wat langer. Dat is waar je prettiger bij voelt. Want als die opslag goed is, dan zul je merken met het werpen dat die hengel zich het beste laat. En je op die manier ook de beste worp hebt. Ja, en dus de grootste afstand kan halen. Goed, we hebben dus al gehad over de lengte van de hengel, de testcurve, de opslag en het formaat van de ogen. Een laatste en belangrijk onderdeel van de hengel is ook de opbouw van de blank nog. En daar zijn veel verschillende soorten van, maar goed, we willen het in deze video tussen 2 soorten houden. En dat is de medium en de fast tapered blank. Wat je bij een medium tapered blank vaak ziet, is dat de actie van de hengel vooral in het middengedeelte en in de top zit. Dus wat je ziet, die hengels die buigen veel door. Die worden vaak gebruikt bijvoorbeeld bij het penvissen. Het zijn vaak de wat zachtere hengels met een parabolische actie en leuke drill-eigenschappen. Goed, dat willen we voor het werpen niet hebben. Daarvoor hebben we een vast tapered hengel zoals deze.
En wat je hier ziet, zowel het onderste gedeelte als het middelste gedeelte, die zijn zeer strak. Dus die bewegen bijna niet. De enige actie die erin zit, die zit echt in het topdeel. En daarmee kun je dus ver en nauwkeurig werpen, omdat je dus een hele grote hefboom houdt, omdat die hengel zo strak is. Wat je ook vaak terugziet bij de vast tapered hengels, is dat de afstand tussen de railhouder en het eerste oog heel groot is. Dat die lijn er vrij doorheen kan voeren. Goed, kijken we nog even in de praktijk, dan zien we dat je voor het verre werpen dus altijd een 12 en liever nog een 13 voets hengel nodig hebt. De 13 voets hengels die komen altijd beter uit de test. Als je twee vergelijkbare hengels hebt die alleen maar 30 centimeter schelen in lengte, zal je met de langere hefboom altijd verder gooien. Zo'n hengel hoeft niet extreem duur te zijn. Voor ongeveer €150 heb je een hengel waarmee je zeker 80 tot 100 meter kunt gooien. Shimano TX4, dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld ervan in 3LB. Zo'n hengel waar je ja, prima afstanden mee kunt halen. Alleen het enige wat daarmee dus is, is dat dus vrij stugge hengels zijn. Dus de drill-eigenschappen zijn iets minder. Wil je nou een hengel waarmee je dit allebei kan, dus en verwerpen en lekker drillen, dan kom je bijvoorbeeld op deze Shimano TX Ultra. Maar goed, er zit een serieus prijskaartje aan. Jongens als Niels van Voren gebruiken deze hengels bijvoorbeeld een syndicaatvisserij. Dus die hebben een visserij die echt afgestemd is. Alleen maar mogen ze gooien. Ja, Michiel die heeft deze hengels dus ook op bled gebruikt, zoals hij in de intro al vertelde. Een water waar je alleen maar mag werpen, geen voerboot mag gebruiken. En hij gaat deze video ook afsluiten, want hij gaat het werpen nog even in de praktijk brengen. Kijken op welke houding je moet letten. Maar goed, laten we overschakelen naar Michiel, want die heeft daar een hele hoop verstand van. Nou, we zijn bijna aan het einde van de video en ik wil eigenlijk afsluiten met nog een aantal korte tips en tricks waar je op moet letten als jij dus secuur en vooral ver wil gooien. Nou, wat belangrijk is, Thijs heeft het al gezegd van joh, het afstand vanaf het lood tot aan je hengel. Er zijn een aantal dingen waarbij je op het onderste gedeelte moet letten. Zorg ervoor dat je molenspoel zo relatief laag mogelijk staat. Als je gaat inwerpen, er komt dus heel veel kracht op de as, zo moet ik het zeggen. Er komt heel veel kracht op de as van de spoel. En hoe goedkoper je molen zou zijn, als je molenspoel omhoog staat, gaat er dus meer kracht op. Nou, wat daarnaast belangrijk is, hoe je een beet pakt. Ik zelf kies ervoor om de molen tussen mijn pink en mijn ringvinger te doen. En de reden is heel simpel. Hoe de lijn vanaf de molen naar mijn vinger gaat, is 90 graden. Stel je zegt, ik pak hem zo, dan heb je hier dus een verkeerde hoek, waardoor je sneller een losspringende lijn gaat hebben, wat weer zorgt dat je minder secuur werpt. Dus we gaan richting de worp. Er zijn twee dingen wat je kan doen. Je kan of vanuit een rustige positie gewoon zo staan. Waar ik zelf voor kies, zeker als ik wat verder wil gooien, is dat ik één stap naar achter zet. En hier zo mijn voet netjes vooruit plaats. En ik ben rechts, dus mijn linkervoet staat voor. Mijn linkerhand klem ik helemaal onderaan het handvat. En het ding is, je wil natuurlijk zoveel mogelijk hefboom gaan hebben. Dus hoe harder je kan trekken, hoe verder je uiteindelijk kan gooien als je dit punt dicht houdt. Ik ga nu niet te hard gooien, maar het is dus dat ik een voorwaartsbeweging met mijn romp maak. En je wijst met je hengel eigenlijk schuin richting de horizon. Wat ik nu eigenlijk verkeerd deed, wat ik zelf prettig vind, is op het moment dat het lood het water raakt, dan blok ik hem. En de reden is dat als je je lijn strak trekt op het moment dat het lood het water raakt, dat de onderlijn over je loodsysteem pats tegen het water slaat. Daardoor strekt de onderlijn zich mooi, zinkt hij mooi af naar de bodem als je dus je hand op je molenspoel houdt. Want stel, je gooit in, gaat zo'n beetje naar links, naar rechts kijken, je lood paf, schiet in het water, boort zich keihard in de bodem, wat dus weer een negatief resultaat kan opleveren op de manier hoe dat jou onderlijn op de bodem ligt. Zeker als je bijvoorbeeld met stijve onderlijnen vist. Het eerste gedeelte wil je dan eigenlijk hebben dat het gewoon netjes mooi op de bodem ligt. Nou, in de video hierna, demodag video 2, gaan we het hebben over lijnen. Maar het spreekt voor zich dat hoe dunner je lijn is, hoe verder je kan gooien. Dus soms zul je, als je dus ver wil gooien, een stukje voorslag moeten gaan gebruiken om die klap op te vangen. Je kan ook een tapered lijn nemen. Hebben we net denk ik al uitgelegd. Met eerst een stukje wat dikker en dan uiteindelijk een dunne hoofdlijn. Het nadeel is wel van een voorslag is dat je een goede knoop moet gebruiken. Want als je dat niet doet, dan klettert die knoop door je ogen. En dan ga je dus een heel stuk minder ver gooien. Een aantal belangrijke hulpmiddelen die je ook gewoon secuur en ver laten werpen, is allereerst dit vingerhoedje. Er zijn diverse beschermmiddelen op de markt. Dit is een hele fijne van Corda. Je hebt ze ook in rubber. Want wat is er aan de hand als jij heel de dag staat te smijten? Iedere keer komt er heel veel lijndruk eigenlijk op de onderkant van je vinger. En als je bijvoorbeeld in regenachtig weer bezig bent of het is wat warmer, dan wordt de huid wat zachter, waardoor je sneller wondjes gaat krijgen van de snijdende lijn. Zeker als je met gevlochten lijn gaat vissen, want die is natuurlijk wat extra dunner en snijdt wat meer. Nou, wat daarnaast belangrijk is, stel je gaat spotten. Een spot is zwaar
En als je een spot een flinke zwieper geeft, komt dus heel veel kracht pats in één keer op de lijn. Zorg dus als je gaat spotten dat je A, deze gebruikt en dat je een voorslag van toch wel 50/100ste op je spoel hebt zitten. Zeker de eerste 7, 8 meter. Een hulpmiddel waar ik niet meer zonder kan, dat zijn distance sticks. Heel eenvoudig, prik er eentje links en rechts in de grond, precies je hengellengte ertussen. En vervolgens leg je lood neer, ga je precies uitmeten hoeveel keer je gaat gooien. Je lijnclip gebruik je dus ook zodra je met distance sticks aan de slag gaat. Je legt je lood neer, telt het aantal reps uit, vervolgens clip je je lijn en als je ingooit, pats ligt dus precies op de juiste hoeveelheid reps. Nou, wat ik doe, ik hou mijn telefoon bij hoeveel reps ik gebruik op welke stack. Dan zeg ik bijvoorbeeld, oké, daar een hoge boom, 14 reps. En zo lig je dus niet alleen super snel te vissen, je ligt ook heel secuur weer terug te vissen op de stack. En ook, stel je gaat bijvoeren met je spot, dan kun je ook weer die 14 reps doen en dan lig je dus spot on te vissen. Kortom, het secuur kunnen werpen gaat je extra carpers opleveren. En ik hoop dat de tips en tricks in deze demodag video jullie verder heeft geholpen. In de volgende video gaan we het hebben over een essentieel onderdeel wat ook bij het werpen eigenlijk hoort. En dat is lijnkeuze. Er zijn natuurlijk veel opties, gevlochten lijn, nylon, fleurcarbon. En daar gaan we jullie binnenkort alles over vertellen.